Als je eet, dan kauw je het voedsel eerst in je mond en dan gaat het via de slokdarm naar je maag toe. In de maag wordt er maagzuur aan toegevoegd en ook enzymen om het begin van het verteringsproces te starten. Als je dat maagzuur per ongeluk naar boven laat stromen, en dat kan gebeuren als de druk in de buik te hoog is en als de sluitspier van de maag niet sterk genoeg is, dan komt dat zuur in de slokdarm en dat kan pijn doen op de borst, maar kan ook een zure smaak achter in de keel geven. En dat noemen we brandend maagzuur. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat dat maagzuur uit de maag naar boven toe gaat, maar dat gebeurt soms wel als de buik heel vol is, dik is, of als je zwanger bent, dan drukt dat ook op je maag. En dat gebeurt ook als je gaat liggen met een volle maag, bijvoorbeeld als je 's avonds laat gegeten hebt en gelijk naar bed toe gaat. Wat kun je er nou aan doen? Zorgen dat die buik niet te vol is. Dus bijvoorbeeld afvallen. Dat helpt absoluut heel goed als je daar klachten van hebt. Wat ook helpt is dat je niet de uren voordat je gaat slapen een volle maaltijd neemt. Bepaalde medicijnen veroorzaken de kans op brandend maagzuur. En dat zijn bijvoorbeeld de pijnstillers, de NSAID's zoals diclofenac en ibuprofen. Een gewone aspirine, paracetamol geeft het niet. Als je veel last hebt van zuurbranden, dan kun je daar het beste maar wat aan doen door de maag te beschermen met bepaalde medicijnen. Er zijn er verschillende soorten van. Het eenvoudigste is eigenlijk om een beker melk te nemen. Dat bindt het zuur en dan heb je er eventjes wat minder last van. Er zijn ook tabletten die dat doen, zuurbinders, en die zorgen ook voor minder klachten. Je kan ook een beschermend laagje aan de binnenkant van de maag doen. Hier is een voorbeeld van. Dit zijn tabletten, koutabletten die ervoor zorgen dat je een laagje op de binnenkant van de maag krijgt, waardoor je minder last krijgt van dat zuur. De volgende stap is dat je minder zuur laat vormen. Daar zijn H2-antagonisten voor. Cimetidine is daar een voorbeeld van. En als het nog sterker moet, zijn daar de zogenaamde PPI's, de protonpompremmers. Omeprazol en pantoprazol worden daarvoor gebruikt. En die zorgen ervoor dat er absoluut geen zuur meer wordt gemaakt. Er zit wel een gevaar in, want als je daarmee stopt, dan wordt er vaak weer meer zuur gemaakt. En dat maakt ook dat het best wat verslavend kan werken. Het gevaar van langdurig die medicijnen gebruiken zijn de bijwerkingen. En dat is bijvoorbeeld dat je een tekort krijgt aan vitamine B12. Het is echt niet aan te raden om chronisch die zuurremmers te nemen. Maar soms is het nodig vanwege andere oorzaken. Bijvoorbeeld als je bloedverdunners gebruikt of als je een maagzweer hebt en een risico hebt op een maagbloeding, dan moet je ze chronisch gebruiken. Dan is het niet anders, maar dan moet wel zo nu en dan het bloed gecontroleerd worden of er voldoende vitamine B12 in het lijf zit.